Hey mensen, we zijn weer. We zijn bezig met de 150cc. Ik heb hem al af, dus we gaan de video even editen en gaan we erin gooien. Heel veel goede reacties kregen op de video van tips natuurlijk. Maar er was ook iemand die zei van, hey, we kunnen niet geld doneren. Ik zeg, ik hoef jullie geld niet. Als jullie echt graag geld willen doneren, doe dat dan naar het Rode Kruis of naar Artsen zonder Grenzen. Of naar, weet ik veel, zelfmoordpreventie of naar de voedselbank. Geef je geld aan hun uit en niet aan een stomme YouTuber zoals mij. Dus het is fucking mooi weer. We gaan even chillen in de stadspark. Echt fucking chill hier. Dus ja, yeah. Let's go. Yo, daar zijn we weer. Dat is een tijdje geleden, hè? Een week geleden. Oh, het is een beetje te licht hier. Of je bent te blank. Dat kan ook. Ik moet wel bruiner worden. Dus we hebben het bandje binnen. Het bandje zit erop. Wat ik me afvroeg van, wat was het bouwjaar, weet je wel? De productiedatum. Want ja, als je een band koopt in de winkel of bij een motorzaak of bij een scooterzaak, krijg je gewoon een nieuwe band. Nooit meer dan een jaar oud. Maar als je op internet koopt, wat koop je dan? Koop je een band van een jaar oud? Koop je een band van 3, 4, 5 jaar oud? Weet je niet. Je doet zeg maar een gok. Dus ik heb het eens een keer geprobeerd. En ik kreeg een bandje die 2017 is, nu 2018. Die 8 maanden oud is. Dus het is niet zo heel oud. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Maar ik zeg het je, het is een gok wat je maakt. Dus we hebben die 150cc hier. We moeten nog wat dingen doen. We hebben de veer binnen. Dit is de nieuwe veer. Dit is de oude veer. Helemaal versleten. Helemaal lek, nat, vies, oud. Gaat naar de oud ijzerbak. Dit is een nieuwe veer. Deze is, was niet zo heel duur, 80 euro. Normaal zit je rond de 200 euro met een nieuwe veer. Maar deze is een progressieve veer. Je hebt zeg maar een lineaire veer en een progressieve veer. Wat is het verschil? Je hebt zeg maar een lineaire veer, zijn afstanden steeds hetzelfde. De afstand van de winding is steeds hetzelfde. Dat is een lineaire veer. Maar zoals je kunt zien, denk ik van, hey, de afstanden zijn hetzelfde, de windingen zijn even ver. Dat is een lineaire veer, maar zoals je goed kunt zien, gaat hij zeg maar in een bol. Dus dit is een progressieve veer, ook maar een heel klein beetje. Maar we gaan die eronder zetten, onder de 150cc. Hij staat er nog, hij staat er nog. Oh, we hebben hier de kniplichten. Dat zijn deze. Dat zijn goede, met een EU-keurmerk is goed. Maar dit zijn LED kniplichten. En origineel op de motor zetten. Gewoon een ouderwets lampje dan maar. Maar het probleem daarmee is, met een origineel relais. Zal ik hem even uit elkaar halen. Kijk, dit is dan een kniplig relais van de binnenkant. Dat is een heel ouderwets ding. Wat het doet is, die gaat zeg maar omhoog omlaag. En dan gaat de knipperen gaat zeg maar aan, uit, aan, uit. Maar dit is geen LED relais. Dit is geen LED relais. Dus ik heb een nieuw moeten kopen. Dit is een LED relais. Die gaan we erop zetten. Super chill. Ik kijk heel vaak naar YouTube video's van motoren en zo en scooters. Ik vind het echt super vet. Zelf een beetje irriteren, misschien een beetje, is dat die kniplicht zeg maar heel snel knippert. Als ik het zelf heb, kan ik het niet tegen. En als ik het bij andere mensen zie, kan ik het ook niet goed tegen. Het is gewoon. Dus we gaan die LED knipperen erop zetten en dan is het probleem opgelost. Je kunt ook weerstandjes gebruiken, maar het probleem met weerstandjes neerzetten. Weerstandjes zeggen ze al, weerstand, je gaat ergens doorheen met weerstand en het wordt warm, weet je wel. Dus als je kniplicht erop zet, je doet die weerstandjes erop, die weerstandjes gaan na een tijdje kapot. En de meeste mensen die leggen ze op een hele, nou niet een slimme plek neer. Hier hebben we een kniplicht, dan doe je een weerstandje tussen en leg je hier vlakbij het blok neer. Dus dat wordt nog extra warm. Dus dat is niet een goed idee, je kunt ze erop zetten, maar ik doe het liefst meteen goed, kniplicht geluid erop, klaar. Dus even snel even uitleggen wat ik aan het doen ben. Dus we hebben hier de accu, ik al eerder gezegd. Het is een onderhoudsaccu, geen onderhoudsvrije accu. Dus wat betekent is, je moet zeg maar steeds een beetje bijhouden en goed in de gaten houden. Voordat we die gaan vullen met accu's hier, is even wat handschoenen aantrekken. Je moet ook een bril dragen, zodat het niet in je ogen komt. Want als je accu's in je ogen komt, dan heb je echt een vet probleem. Dan hebben we hier nog een nippeltje zitten. Die moeten we later eruit trekken, omdat de accu die wordt warm. De accu-zuur verandert in een soort gas. Dus er komt druk, het wordt warm, het zet uit, dus die druk die moet weg. En dat gaat dan via de nippeltje. De nippeltje moet je, hoor je dat? Psh, die moet je eraf halen voordat je die gaat vullen. Dus gooi je dat ding weg. Nooit vergeten dat. Ik had eens een keer bij iemand gezien, die had ook zo'n accu met een scooter. En kwam die voor een beurt zeg maar. Dus ik keek naar de accu controleren. Dat moet, dus ik die accu controleren, zat dat nippeltje er nog op. En dat accu zit zeg maar in een accubak. En die hele accubak zat vol met oude accuzuur en was helemaal gecorrodeerd daar. Dus ja, haal dat nippeltje eraf. Weet je waar dat naar ruikt? Dat ruikt om nou rotte eieren. Geen open vuur, want die gassen zijn vlambaar. Dus dat ontploft, pam! Ik vind het echt bijzonder, zulke dingen. Weet je, van die scheikundige dingen.
natuurkundig. Staat ook allemaal in een natuurkundeboek. Vroeger had je, zeg maar, op school had je Binas. En daar stond niks anders in dan de waarheid. En we noemden dat altijd de Bijbel. Dus ik vind het echt geweldig gewoon. Kijk, ik kom gewoon stroom uit. Geweldig, hè. Daar wordt die gekke man. Kijk, hier hebben we een knippelige relais, een oude relais. Die gaat zeg maar aan, uit, aan, uit. Dus zeg maar, die maakt een magnetisch veld. Waardoor zeg maar dit hefboompje steeds omhoog en omlaag gaat. Dus het probleem is, we hebben zeg maar nu leds. En leds zijn best wel, ja, vet. Zet hem aan. Blijft hij zeg maar aan. Dus die knippelige relais, die werkt niet goed. Kijk, okay, moet ik zeg maar een beetje helpen dat hij aan en uit gaat. We gaan een andere knippelige relais erop zetten. Wat dat is, laat zien aan de camera wat dat is. Dat zijn quick locks of zoiets, weet dat? Ik weet niet meer hoe dat heet. Ik heb een hele doos. De reden dat ik de hele doos heb, ik gebruik ze nooit. Dan krijg je alleen maar problemen mee. Nooit gebruiken die dingen. Nooit. Dus dat heb ik nu ook niet gebruikt. We hebben hier de knippelige relais. Dit is de Rave controller. Zie je bij 7800 toeren. Gaat de Rave gaat dan open. Dit is de CDI. Hebben we ontgrens. Kijk, zie je, kun je zeg maar een beetje uitspelen. Weghalen. Dan heb je zeg maar een schakelbord. En die knip je door. En dan heb je zeg maar opgevoerd. Dan maak je veel meer toeren. Ja, dat is fucking chill, hè. Van de zee houden hier. Hier, kijk eens hier. Die is ervoor gemaakt. De Bravo heeft er namelijk ook. Ik ben wel een monteur en hij hier. Dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. Deze wil ik echt niet los hebben. Dat is niet sneller. Nee. Hey. Ik zie veel mensen vragen zich af, hoe heb ik dit gemaakt? Vooral met peurschuim en met glasvezelmatten. En dan kun je dat zelf maken. Fucking chill, hè. Gaan we hier erop zetten. Kijk de trein daar. Super oud, hè. Zo'n oude dieseltrein. Dus we hebben de motor, we hebben hem een stukje mee gereden. Rijdt echt fucking chill. Maar wat me op is gevallen, is dat die veer is ietsjes korter. Dus de motor zit iets lager. En de standaard is dan te kort. Dus hij zit echt nu super ver op zijn zij. Dus we moeten eens een keer die standaard verlengen. Misschien een stukje eraan vastlassen. Dus het ding werkt weer. Let's go. Hey, we moeten nog een shout-out doen. Naar Kevin Hansen met zijn neonverlichting op zijn Kimco. En dan Lex Verhuls met zijn Aerox. Dan hebben we iemand met twee scooters, een hele moeilijke naam. Redouan Boekhabar. Bescherming is heel belangrijk. Ik heb mijn handschoentjes aan, ik heb mijn motorjasje aan. Alleen geen motorschoenen. Oké, dus het is echt fucking chill hier. Dus we zijn weer terug naar de Stadspark. Gaan we weer chillen hier. Dus
met 150 stegen rijdt echt super goed. Eens wat ik niet chill vind aan dat ding zijn de remmen. Je hebt maar één schijfrem voor, dus je moet ook vaak de achterrem gebruiken. En ik gebruik niet graag de achterrem op de motor. Dus ja, dat was het dan weer. Dus volgende week gaan we met een tour in vlakbij Tilburg met dat ding rijden. Dus als jullie daar ook zijn in de buurt, laat me weten. Dan misschien zien we elkaar daar wel. Dus voor het geval ik je niet meer zie, tot de volgende keer. Hè. Laters.